Via deze instructievideo leer je de achtergrond van een portretfoto manipuleren. Ga naar de website en klik op Create. Je kunt via de Amerikaanse vlag de taal wijzigen naar Nederlands. Importeer de portretfoto naar een laag vanaf mijn computer. We kiezen hier voor een portretfoto van Beach Girl uit de film. In het lage palet rechts zie je dat de foto boven de achtergrondlaag terecht is gekomen. Importeer nu ook de achtergrondfoto van mijn computer. En sleep deze nieuwe laag onder de portretfoto. Als de afbeelding te klein of te groot is, zoals in dit geval, verander dan het formaat van de foto via de functie vrij transformeren. En toets Enter. Selecteer de portretfoto in het lage palet en kies voor het gereedschap De Magische Toverstok. Bij de opties kun je het kleurbereik van de toverstok instellen en de randen van de selectie harder of zachter maken. Klik op de egale achtergrond en stel eventueel het kleurbereik bij. Met Shift ingedrukt kun je meerdere gebieden aan elkaar voegen. Als de achtergrond volledig is geselecteerd, kun je die wissen. Maak je selectie ongedaan. En selecteer het uitgumgereedschap. Hiermee kun je de overgebleven randen weghalen. Met het verplaatsgereedschap zet je je portret op de juiste plaats. Je kunt het bestand nu bewaren op je eigen computer als JPEG en gebruiken als je nieuwe profielfoto.